Nou, eigenlijk is er niet zoveel meer te doen. Nog 2 caves en nog 4 treasures. Nou, appeltje eitje, toch? Of moet ik nou bang wezen? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij, de Wistful Wild hebben we een beetje obstakels alvast aan de kant geworpen. Tenminste, zover ik me nog kan herinneren, want het is lang geleden dat ik dit heb opgenomen. Mijn excuus nogmaals daarvoor. Maar en we hebben de Cavern of Chaos al voor elkaar gekregen. Nou weet ik dat er nog ergens een cave in de buurt zit, maar er zijn nog het een en ander wat we moeten gaan doen. Dus we gaan gewoon lekker beginnen in de Wistful Wild. Ik heb er zin in en hopelijk dat we niet te veel Pikmin kwijtraken. Nou, aangezien dat we al veel vijanden aan de kant hebben weten te slaan, weet ik dat ik nou een team van gele nodig heb. Ik heb een team van witte met paarse nodig. Dus we gaan dit heel eventjes goed aanpakken. Ik denk dat ik 30 witte meeneem. En ik denk dat 30 paarse op zich ook niet echt verkeerd is. Aangezien dat er nogal vele gevaarlijke vijanden zitten op de plek waar we naartoe gaan. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel eventjes hier staan. Jij neemt deze onder je hoede. En jij neemt heel eventjes een team met... Dank je. Jij neemt heel even een team met gele mee. Dat is even heel erg belangrijk. Doe maar de... Nou, weet je wat? We doen 20 gele en 20 blauw. Want volgens mij hadden we ook nog waterobstakels daar. Dus jullie nemen dat mee. Even 20 blauwe. En dan zul je denken van, ja, maar zijn rooien dan ook niet heel erg belangrijk? Rooien zijn altijd belangrijk. Ik bedoel, serieus. Oké, rooien, ze zijn niet meer zo nuttig als dat ze in de eerdere Pikmin games waren. Maar op dit moment, jullie snappen wel wat ik bedoel. Goed, nou, de vijanden die hebben we in ieder geval, dat beest komt nou niet snel meer terug. Dus wat ik wil doen is, ik wil dit pad even naar boven te volgen. Want wij hebben die brug afgemaakt. En nou weet ik niet zeker of wij ook dat hekje al af hadden gemaakt. Dus ik wil hier heel voorzichtig eventjes met onze... aanvalsteam rustig naartoe lopen om te kijken. Ja, dat hekje is al inderdaad dicht. Maar toch wil ik die witte bij me hebben. Goed. Heel even splitsen. Dan gaan we naar Attack Team Delta. Zoals jullie ondertussen van mij kennen. En ik mis een paarse. Ach ja, dan heeft het andere team nog een paarse bij. Maakt niet zoveel uit. Goed. Heel voorzichtig. Zijn er hier 2. Voordat die Puffy Blauwak iets gaat doen. Oké, weg daar. Weg, weg, weg. Niet gediepflauwerd worden. Oké. Oké, vallen we eerst hem aan, want hij is dodelijk. Oké, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Oké, dan kunnen we nou jou aanvallen. Irritantje dat je er bent. Val aan, val aan, val aan. En hij heeft dus ook nog eens een keer een treasure voor ons. Nou, jullie wachten nog heel eventjes, want hier nemen we onze witte heel eventjes voor. Hallo, witjes. En die witte die kunnen gelijk eventjes die treasure meenemen. Wat hebben we daarvoor nodig? 5, 10, 10. Nou, jullie nemen dat voorzichtig mee. Ik denk dat we hier wel veilig naar beneden toe kunnen. Hier hebben we nog een treasure, maar die kunnen we nou nog niet pakken. Eerst eventjes deze eieren even pakken. Deze cave die we hier zien, dit is de final cave. Dit is de cave die we echt als laatste pas naar binnen toe willen. Perhaps you will find... Perhaps you will find low in here, and yet my CPU is on edge. Ludicrous dangers awaits. Nou, heel erg spannend dat je dat vertelt. Beasts lurk in the bottom of the deepest, darkest, most foul, sinister, horribly vile pit. Wat is er met je stem gebeurd in één keer, serieus? Do you wish to enter? Of course you do. Courage is our true treasure. Wij wachten nog heel eventjes met deze. Dit is namelijk de final cave waar we dus nou nog niet in willen komen. We kunnen hier wel heel eventjes onze paarse heel eventjes beginnen te... Zo ja. Goed. En wat we dus nou eventjes willen doen is we willen hier de witte even pakken. Ook maar 19 witte. Moet ik nou een witte... Oh ja, wacht. We hebben net die treasure daarboven gepakt. En die kunnen we alvast aan deze muur beginnen. Goed. Dan kunnen we nou onze gele meenemen en onze blauwe. Dus onze stroomwerende... Ah, kijk eens aan. Daar komt onze gele team al aan. Dat is alleen maar gunstig. Dus dan vraag ik me eigenlijk toch af. Waar zijn hier dan die paarse gebleven en die witte? Of iets, weet ik veel. Nou ja, we gaan gewoon die kant op. Want time is of the essence. Oké, even kijken wat hier nog iets van boeiends in zit. Altijd handig om nog extra nectar op de grond te hebben. We moeten... Die is nut. Oh, daar is die paarse gebleven. Oké, dat is geen probleem. Seed of Greed.
Nou, echt zoveel was het niet waard. Maar goed, Seed of Greed, we hebben hem. Dat is een van de belangrijke dingen. Oké, nou, we willen dus hier eventjes... voorzichtig, ik weet niet of hier namelijk nog wel vijanden zitten. Hebben we die al uitgeschakeld? Zo te zien zitten hier geen hazards. Oké, dan gaan we dus eventjes met ons gele team gaan we aan dit hek hier beginnen. En hoe ver zijn jullie ondertussen? Is hier nog iets anders te doen? Nou, we zien hier wel die treasure liggen. Maar volgens mij is hier nog op het moment niks anders te doen. Dus ik denk dat het nou eigenlijk even wachten is. Ik ga heel eventjes hier het water nog exploren, want daar hebben we dus nog één treasure liggen. Ik weet dat er nog ergens anders een treasure ligt. We hebben één treasure al te pakken. Het waren er nog vier. Ik dacht dat het water ook weg zou gaan, maar... Volgens mij ligt hier helemaal niks meer. Concentratie is key. Hier zit ook nog... Oh, jullie zijn al bezig met dat hek. Oké, dan hebben we dus een Puffy Blowhawk hier. En die gaan nou tegen onze witte lopen te plooien. Thanks. Nou ja, we hebben daar nectar genoeg liggen. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Het enige nadeel is wel dat het muurtje nou zo een stuk langzamer gaat. Dus. Oké, weet je wat we doen? Jullie wachten heel eventjes. Kom eens even hier. Jullie ook. Pak deze maar eventjes. Oké, dan wachten we wel even tot hij weggaat. Oké, hij is weg. Zo. Dan blijf ik gewoon hier heel ver weg staan, zodat we niet lastiggevallen worden door dat kring. En dan gaan we heel even wachten hier. Dus ik knip heel eventjes naar voren toe, totdat een van de hekken neer is. Oké, geel hek is neer. Dat is alleen maar kut. Dan kunnen we hier even verder exploren. Dat is handig. Goed. Oh boy. Ik heb geen paarse bij me. Durf ik dit? Ik denk het wel. Ga het gewoon doen. Oké. Gewoon concentratie. Oh. Serieus? We hadden hun helemaal niet nodig. Ik denk... Ja, ik weet niet wat hier eigenlijk precies zit. Ik weet dat daar de tweede cave zit daarboven. Ik denk dat ik... Ja, want daar moeten wij toch regroepen. Ik denk dat ik heel eventjes een paar gele... die treasure hier alvast mee laat nemen. Hoeveel hebben we daarvoor nodig? 7. Neem maar mee. We moeten toch dadelijk thuis regroepen voordat we de cave in gaan. Dus neem het maar gewoon mee. En dan wachten wij hier heel eventjes. Waar? Hier. Totdat... Ja... Totdat zeg maar die andere muur neer is en dan kunnen we daar de paars even meenemen. We moeten heel voorzichtig hier zijn, want er zitten natuurlijk gevaarlijke vijanden. I am detecting a halls of countless creatures in the hall ahead. It is nearly deafening. My speeches are not very good, thank you very much. Sound analyze indicates a wide variety of creatures nesting here. It is a melting pot of life. Mr. President, be extremely careful. Olimar, your job is to protect his life at all costs. Maak zelf wel uit. Serieus. Ik word onderbetaald. Oké, nou. In ieder geval, deze die zijn dus wel veilig. We kunnen hier even kijken of hier nog een potion of iets in zit. Dat is niet het geval. Dat is wel jammer. Oké, nou. Dan gaan we hier even kijken. Ja, deze muren die zijn al neer. Dus jullie kunnen even veilig hier naartoe komen. Oh. Net op tijd. Oké, Puffy. Puffy, wat voor lefkozen ben je nou eigenlijk om daar bij de plantje te gaan staan? Durf je het niet al je op te nemen of zo? Hier, neem een paarse pigment tegen je snuffert. Hier, wat doe je er tegen? Helemaal niks. Oké, nou, hun zijn in ieder geval neer. Trouwens, ik kan... Ja, eerst even dit even veiligstellen. Eén pigment erop gooien. Oh, hij wordt wakker. Daar zit nog een Puffy beest. Oké, laat een puffybeest maar naar ons komen. Ik ben niet bang voor een puffybeest. Ondertussen zijn we wel weer flink deflowered, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, dan gaan we weer heel eventjes terug hier naartoe. Kunnen we weer eventjes nectar verzamelen. De dag is bijna om en ik wil toch wel eventjes nog een cave in deze dag doen. Dus ik wil nog op zijn minst maar 2 dagen hebben. Oké, drinken, zuipen, slurpen.
Oké, ik zie nog één lief. Die mag dan wel dat ene nectarretje hier pakken. Ah, dan hebben we nog één lief. Maakt niet uit. Daar zit nog een beest. Vallen, vallen, vallen. Dood. Braaf. Oké, dan hebben we er hier nog één. Hallo. Even dit gooien. En hij heeft ook nog eens een keer een extra treasure bij zich. Tenminste, dat hoorde ik. Hij zegt dat hier een treasure zit. Nou, in ieder geval de denappel die is binnen. Hoe gaan ze dit glorious item ding eigenlijk noemen hier? 15 poko's, dus echt waard. Confire Spire. Zou wel leuk zijn. Oké, nou. Oh, daar ligt hij. Daarnaast ligt hij. Oké, het is een nootje. Oké, dan wil ik even Team Wit even hebben. Dan gaan we eventjes die mushroom even pakken. Kom op, Team Wit. Jullie pakken even die mushroom. Kom op. We gooien alle witte erop. Eén paarse erbij, dat maakt niet uit. Oké, andere team. Attack team Yellow Blue. Jullie pakken eventjes dat nootje hier. Nou hoop ik wel dat de route naar die kant veilig is. Ik denk het zelf wel. Even kijken, dan hebben we 2 treasures plus 2, dat is 4. Dan hebben we alle treasures al boven grond. Dan hoeven we alleen nog maar om sorry te maken over de cave. Jullie lopen zo. Weet je wat, ik loop toch voor de zekerheid even met jullie mee. We zijn onze paarse nog verder. Ik neem jullie ook mee, want we gaan bij baas gaan we even regroepen. Want we gaan naar die ene cave. Hebben we nog genoeg tijd? Ja, daar hebben we nog genoeg tijd voor. Ik vind van wel. Oké, nou, we lopen dus heel voorzichtig deze kant op. Als het goed is, leeft hier niks meer. Want we hebben hier alles gekild. Voorzichtig hier over het water. Ah! Ik zie je daar wel, Liefie. Liefion. Oké, nou, die paddenstoel is ook binnen. Ook maar 30 poko's. Anti-hiccup fungus. Oftewel, sorry dat je geen hik meer krijgt. Oké, nou, zullen we dat leuk vinden. Oké, even kijken. Er zijn er 4 zijn er daarmee bezig. Dus dan moeten we er op basis, dan moeten we er 96 hebben in totaal. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Anders hebben we een probleem. Dan zijn we Pikmin kwijt. Dan moet ik Pikmin nog gaan zoeken. Daar heb ik je zin in. Dus als we alles bij elkaar fluiten, zit ik op 92. Dan mis ik er nog 4. Oh nee, wacht. We waren met achten. Er waren er maar 4 voor nodig. Toch? Juist. Goed. Oké, dan kunnen we alvast even regroepen. Kom de reis terug. Dude, ik sta in de circle. Ik sta in de circle of light. Zodat ik heel even... Dank je. Oké, ik heb 30 Pikmin bij me. Dan worden er 20. Net zoals de paarse. Dat worden er ook weer 20. Blauw had ik er volgens mij 20 bij en geel had ik er 20 bij. Dus dat is alleen maar gunstig. En dan kunnen we gelijk dadelijk richting die ene kant op komen. En hier hebben we dus een... Nijkel. Armored Nut. Ik vind het een Nijkel. En volgens mij waren dat alle treasures die hier te vinden waren. Nou, dit brengt ons bij onze conclusie. Tot op het moment dat we dus zeg maar hier alle treasures hebben. De eerste treasure die je hier vindt. Daar heb je echt 100 pik... Ja, 100 Pikmin voor nodig. Hij zei Pikmin. Wat ze weten, die kregen toch? Maar ja. Maar je hebt er net dus echt 100 Pikmin voor nodig. Dat ding is 3000 pokerwaars. En de rest is eigenlijk dus een beetje weer aan de rommelkant. Hebben we alles bij ons? Ja, want ik zal nog wel een paar leaves. Dus ik loop hier expres heel eventjes. Oh, fijn. Oké, eventjes ook. Dank je. Oké, we hebben nou niet veel tijd meer. Kom op, we moeten naar die cave, jongens. We moeten naar die cave. Dat is nou top priority nummer 1. Ja, ja, we hebben bijna geen tijd meer. Hartstikke gezellig. We lopen hier gewoon naartoe. We nemen al onze 100 Pokémon. Ik ben de laatste tijd ook nog bezig met Pixelmon, dus daarom wou ik Pokémon zeggen. Oh, hij zei Pokémon. Oké, nou, we moeten opschieten. We hebben nog minder dan... nou ja, we hebben nog iets meer dan 10 seconden. Dus gewoon doorlopen. Jongens, paasjes, jullie ook doorlopen. De cave is hier niet ver meer. Waarom is het altijd zo close neer het einde van de dag
voordat we bij zo'n cave terechtkomen. Ik weet het niet, maar we hebben alles bovengrond gedaan en het enige wat ons nog rest zijn deze twee caves. Dus ja, we gaan met 100 Pikmin, 13 treasures, alle hazards, we gaan er gewoon in. En we zitten pas op 15 minuten, het is een tijdje geweest dat we Pikmin hebben gedaan. Laten we even een langere aflevering maken. We gaan gelijk op onderzoek uit, waarom ook niet. Maar goed, dit is dus de cave die je nog kan doen voordat je die andere cave ingaat. Heel belangrijk! Vergeet dat niet. The Hall of Heroes. Ik maak me nu al zorgen. Nou ja, we zitten in ieder geval in een gezellige omgeving, wou ik zeggen. Oké, we hebben hier dus van... Nope. Oké. Oké, terugfluiten, want dat is nog zo'n plantbeest hier. Kom op, aanvallen, gewoon aanvallen, gewoon aanvallen, 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 aanvallen. Goed zo. Oké, we hebben hier Attack Team Delta nodig. En ik moet hier heel voorzichtig kijken waar dat ik precies mijn base split. Omdat het is hier nog niet echt bepaald veilig te noemen. Het overal zitten van die Sheergra. Oh, dat zijn Female Sheergra. Oké, goed. Oh! Oké, we zijn safe. We zijn safe. De vier in één keer Viel hier in één keer een shit grab naar beneden. Oké, nou, ik denk... Oh, jij bent ook nog aan het leven. Terug, geen. Dag. Oké, ik zie er achter zieke treasure. Ik zie er een ei liggen. Ik zie er nog een vijand liggen. Oké, en... Oh, shit grab. Ik hou niet van shit grabs. Die zitten zo verborgen. Oké, kunnen we nou Riek roepen? Thanks voor die share grab. Ik denk echt dat hij zeker één poko waard zou zijn. Oké, we hebben wat witte bij ons. Daar ben ik niet blij om. Weg. Jij ook? Oké, dan zitten we goed. Share grabs! Nou, het zijn female share grabs. Die doen niks, maar zijn gewoon irritant. Maar dat maakt niet uit. Ze kunnen toch wel je behoorlijk laten schrikken. Oké, even aanvallen. Je hebt het ook uitgeschakeld. Dat blad zit in de, buiten de boundaries. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dat zit daar. Ach, kijk nou toch eens, vallen de sheergrubs nog aan toe. Oké, nou jij bent ook weg. Ben jij een oog? Nee, jij bent geen oog. Jij bent gewoon... jij bent een oog. Niks ervan, niks gewer. Wij raken hier geen Pikmin kwijt op de eerste vloer. Zeker niet door sheergrubs. Ik haat sheergrubs. Oh, die zijn zo sneaky altijd. Oké, nou, team pick-up. Volgens mij ligt hier maar één treasure en dat is dat ding daar. Jij bent een neppert, hè? Jij bent echt geen vijand, hè? Anders hebben we nou een heel groot probleem. Komt hier nog een beest naar beneden gevallen? Ja, hoor. Dat is nou jammer dat we jou door hadden. Nou, neem dat ding mee. Schiet een beetje op. We hebben niet al de dag de tijd. Durf ik nog naar de ei te kijken? Ah, waarom ook niet? Kan een potion in zitten. Oké, Sheergrub, val maar naar beneden. Of, sorry, Sheergrub, voor mij nou. Bolbear. Nee, niks. Is het secret? Is het safe? Die is nut. Wat is het toch met alle eikels die we vinden? Heel veel eikels. Corpellend nut. Dan komt er natuurlijk zo'n... Oh! Ja, laat me zitten. Die hebben we niet nodig. Laat me zitten. We zullen niks met onze Pikmin doen, dus we kunnen gewoon richting exit. Hoppakee. Eindoefening, we gaan gewoon naar de volgende vloer. Gewoon echt al die moeite voor één nootje. En die was nog niet eens veel waard. Dat doet pijn. Hall of Heroes, sub level 2. Oh, nou komen we dus weer een beetje in een cave. Het is echt een mengelmoesje van alles ondertussen. Binding of Isaac, the basement. Nee. Oh, wat was dat? Oh, hoi. Schade, aanvallen. Die willen we gelijk uit de weg hebben. Die kan onze Pikmin confusen. Onze radar gaat er van helemaal door de war. Weg ermee. Oké, nou ben ik dus bang dat we hier ook, ik weet niet hoeveel bomrocks gaan krijgen. Die weer uit de lucht gaan vallen. Even deze muur even naar beneden halen. Ik zie daar stroomhazard, dus we moeten even met Team Yellow gaan. Dat is... team Yankee Zulu Pigeon. Weet ik veel. Oh, zie je wel? Zie je wel? Ik wist het. Ik wist dat jij er zou zitten. Ik wist dat jij... Kom, beest. Oh.
Het moment dat je een bom een beest noemt. Verder gaat alles goed met mij. Zwaar evenement gehad. Stem helemaal kwijt. Daarom duurde het zo lang voordat er weer Pikmin kwam. Dus, oh, ga jij lopen schokken? Ik denk toch van nee hoor. Oh, daar hebben we weer een swooping snijkvogel. Dank je Marco voor het woord snijkvogel. Oké, kom nou eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kentan. Kentan is hier. Kom eens bij papa. Kom eens bij papa. Kom nou eens hier. Irritant, stom vliegbeest dat je er bent. Ik wil mijn vliegenmepper. Irriteer hem. Hak zijn kop eraf. Oh, het enige wat jij kan is irritant onze Pikmin weer herplukken. Sinds dat we een toeter hebben die ervoor zorgt dat wij Pikmin kunnen plukken wanneer dat wij maar willen, ben jij nogal zinloos geworden en irritant en vervelend. Oké, nou dan vallen we even deze aan. Even er eentje opgooien. Zo, vallen we twee tegelijkertijd aan met mij het uit. Waarschijnlijk moeten jullie eerst even terugfluiten. Ja hoor. Dat is heel jammer voor jullie, want wij hebben stroom. We zijn stroomprotectie. Oh ja, ga maar weer schokken hoor. Gewoon aanvallen. Hoppakee. Einde oefening met die gasten. Oké, hebben we nog meer stroomhazards of was dat het? Ik zie geen treasure in de buurt liggen, dus... ik weet dat we bomrocks ook hier nou kunnen vallen, dus... laten we nog even een beetje extra exploren voordat we een ander team meenemen. Is dat vuur? Was dat vuur? Daar? Nee. Oké, we hebben weer van die Captain Snijers. We hebben hier nog een... Oh boy, we hebben een... Val aan! Hij wou mij pakken, zag jullie daar? Zagen jullie daar? Gewoon aanvallen, Jan. Oh, ik niet terugfluiten. Oh, er zijn er nou een paar gediefflauwerd. Daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Kom, dan ga je eens even terug. Ik ben bijna dood. Oh, terugkomen. Bommen duwt hier, zit er niet mee eens. Hey, nee, laat me los. Jongen, jij moet echt zo dood. Jij bent irritant. Sterf. Dank je. Ondertussen zijn ze wel een beetje gediefloud, maar we hebben nog nectar liggen. Ah. Nee, echt niet. Hè? Die gaat echt niet bij die bommendoet liggen. Dan zijn ze meer met die muur bezig als met hun. Gewoon aanvallen. Hij probeert ook die muur heen te klimmen. Dat is wel grappig. Oké, nou. Dit duurt eventjes omdat het zo tegen de muur aan zit. Maar dat maakt mij niet uit. Ja, val aan. Allemaal. En hij is neer. Opgedonderd. Goed, oké, daar hebben we Attack Team Delta voor nodig. Hier kunnen we wel heel eventjes onze gewone Pikmin voor gebruiken, onze gele Pikmin. We zien dat dit nogal een schokkende ervaring anders wordt voor andere Pikmin. Wij zijn tactvol. Wij zijn stug. Wij zijn star. Wij zijn Pikmin. Oké, goed zo. Nou, dat is ook weer opgegaan. Even kijken, dan hebben we dus twee van de ballon dudes. Daar heb ik Attack Team Delta liever bij. Ben ik bang dat het niet goed gaat komen, dus Oké, Attack Team Delta. Oké, reporting for duty. En de rest kunnen we dan dadelijk gaan gebruiken gewoon om die muren even snel naar beneden te halen. Oké, nou, jij gaat nu eventjes... Nee. Dat ga jij niet doen. Jammer, hè? Goed. Oké, nou, jij hebt nog geen bom vast. Dus als ik naar boven... Oh, je hebt helemaal geen bom. Je hebt geen kans. Perfect attack team. Perfect, jongens. Heel goed gedaan. Kijk, daar ben ik nou trots op. Hè? Als ze het in één keer goed doen. Geen gedonder. Gewoon in één keer. Pof. Hartstikke goed. Waar zat die nectar? Nou, die had ik daar. Nou, die bom die is al weg. Dus nu hoop ik niet dat er nog een tweede bom in gaat zitten. Hoort zo, jellers. Dat hebben jullie wel verdiend naar die aanvallen. We zorgen goed voor onze Yellers, hè? Ons team Yellowtje, dat is heel belangrijk. Even kijken, want ik weet dat we nou dus die twee gates hadden. Gates of Infinity. Daar hebben we team Delta.
Noem ze gewoon Team Paars. Ik snap absoluut niet wat je bedoelt met Team Delta. Dat is gewoon ons aanvalteam. Klinkt cooler, weet ik wel. Oké, we zitten hierachter. Een ei. Kan een potion in zitten. Ja, dankjewel voor dat ding uit de weg te gaan. Oké, kijk uit jongens, want ik verwacht hier... Ja hoor. Nou ja, blaast wel gelijk het ei voor ons op. Dat is wel zo vriendelijk. Oké, nou hier zit ook weer een ei achter. Daar zit eigenlijk de exit. Oké, ik verwacht hier ook weer. Nee? Dit keer niet? Oké. Blijkbaar niet. Hebben we nou gewoon de hele tijd 13 caves met maar één treasure? Dat zou echt een lame move zijn. Ik hou niet van lame moves. Nou, hier zit zeker wat verborgen, namelijk een bom. Ik heb zo'n gevoel. Nee, echt niet. Kom op, schiet op. We hebben niet heel de dag de tijd. Oké. Jullie hebben dat. Mooi. Ik denk dat dat weer de enigste treasure is die we dus hebben. Attack Purple. Je had ook nog een lieve tussen zitten, toch? Dan noem ik ze weer Attack Purple. Kun je een keuze maken, Zeep? Je maakt ons verward. Het spel maakt mij verward. Oké, nou jij pakt dat. Jullie gaan heel eventjes werken aan die andere... Oh, we hebben een... Oh, wat is daar? Oeh, maar 60 poko's. Essence of True Love, en dat maar... Nou ja. Weet je hoeveel moeite we wel niet voor die treasures doen? Er zit maar één treasure elke keer in elke vloer. Weet je hoeveel tijd dat kost? Ik weet dat ik weet dat deze serie nog een beetje langer door wil gaan lopen. Maar serieus, er zijn grenzen. Nou ja, hierbij ga ik toch deze aflevering afsluiten. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering die geüpload zal worden. Hopelijk morgen, hè. Dus bedankt voor het kijken. Ik weet het, sorry dat Pikmin een beetje aan de late kant was waarom dat zo stil was. Maar ja, mijn stem die was op vakantie, zoals ik al had gezet op Facebook. Nogmaals, voor updates op Facebook, Twitter, daar komen altijd de meeste updates. Mocht er een kindje niet geüpload worden of mag er in één keer iets anders geüpload worden, zal altijd staan op Facebook. In ieder geval, met dat gezegd hebben, ik dank jullie nogmaals voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!